Ik heb wel eens eerder een self-care video gemaakt en toen liet ik voornamelijk zien wat voor beauty en verzorging gerelateerde activiteiten ik deed. Maar vandaag is mijn self-care day anders ingevuld, want ja, als je aan self-care denkt, denk je aan verzorging. Maar mentale self-care is ook heel erg belangrijk. Ik merk dat ik heel weinig tijd aan mezelf besteed om tot rust te komen, om gewoon eventjes weer tot mezelf te komen. Eigenlijk heb ik eens in de zoveel tijd een reset momentje nodig en vandaag is zo'n dag. Ik ga vandaag alleen maar dingen uitvoeren waar ik op dit moment zin in heb. Zo ben ik vanochtend wel redelijk vroeg opgestaan. Ik ben sowieso een ochtendmens. Ik heb geen problemen om vroeg op te staan. Maar het kan zo zijn dat ik straks de rest van de dag in mijn bed ga spenderen. Ik ga me wel klaarmaken voor de dag. Ik heb gisteravond uitgebreid gedoucht. Ik heb mijn haar gewassen, mijn lichaam uitgebreid gewassen. Alleen ik was één ding vergeten gisteren. Ik wilde me namelijk nog scheren. Scheren is een verzorging dat je voor jezelf moet doen. Ik vind het zelf fijn om overal glad te zijn. Want ja, ik hou zelf niet van haar. Alleen hoofdhaar. Voor de rest vind ik haar echt heel erg naar. Nee. Ik had vandaag de behoefte om mezelf extra goed te verzorgen. En waarschijnlijk had je het al in het voorstukje van deze video gezien. Maar ik gebruik sinds kort echt een superleuk scheermessenmerk. Het merk heet Estrid en het is een Scandinavisch merk. En de producten zijn hartstikke betaalbaar en ze zien er nog eens leuk uit. Het komt echt in verschillende kleurtjes. Ik heb de roze en de paarse variant. Vanochtend heb ik de paarse gebruikt. Je hebt ook een houdertje die je aan de muur kan bevestigen. En daar kan je dan je scheermesje aan ophangen. En je hebt ook nog een travel kit. Dus je kan dan je scheermesje veilig vervoeren. En het leuke is, je voelt hem al aankomen waarschijnlijk. Deze video is in samenwerking met Estrid en ik ben er heel erg blij mee, want dit is oprecht een super fijn scheermesje. Dus mocht je een voorkeur hebben aan scheren en ben je nog op zoek naar een nieuw scheermesjesmerk, dan raad ik je deze zeker aan. Ik gebruik altijd scheerschuim omdat ik dat fijner vind scheren. Maar ik heb gemerkt dat ik dit mesje ook kan gebruiken zonder scheerschuim. Dus dat is top. Ja, het voelt gewoon heel erg prettig. Mocht je geïnteresseerd zijn, zal ik nog eventjes meer informatie hieronder in de beschrijving zetten. Oké, vandaag heb ik de behoefte om wel een klein beetje make-up aan te brengen. Ik heb ook mijn haar gekruld. Want als ik mezelf niet klaarmaak voor de dag, dan voel ik me de hele dag ook slecht. Dus ik ga gewoon een klein beetje aan make-up doen. Het wordt tijd voor ontbijt en de laatste tijd ben ik echt obsessed met bagels. Dus ik heb deze afwasbagels van de Albert Heijn. Die ga ik zo even in de oven doen. Ik ga er maar eentje nemen en dan ga ik sowieso avocado nemen als die rijp is. Ik hoop het, want ik heb altijd slechte avocado's. Of het is net wel, net niet. En soms komt het wel eens voor dat het een top avocado is. En ik denk dat ik een eitje erbij ga doen. Mijn ontbijtje is klaar. Ik heb hier zoveel zin in. Ik ben heel even naar buiten geweest, want ik heb mijn nagels laten doen. De nagelsalon is echt op loopafstand van mij, dus dat is echt heel erg fijn. Vaak doe ik mijn nagels wel zelf, gewoon mijn normale nagellak. Alleen ik ben zo ontzettend ongeduldig. En ik wilde vandaag eigenlijk een stressvrije dag ervaren. Want ik krijg namelijk echt altijd heel veel stress als mijn nagels mislukken. Dus ik heb ze gewoon eventjes laten doen. Ik heb er niet heel veel bijzonders mee gedaan. Gewoon een neutrale kleur met een glittertje op mijn ringvinger. En het is bijna middag en ik denk dat ik voor lunch eten wil gaan bestellen. Ik heb tacos besteld. Hier had ik het meest zin in. We hebben guacamole. Guacamole. En nachos. Echt. Oh, ik hou hier zoveel van. Ik ga echt altijd zo goed op goede guacamole.
Dan hebben we hier de tacos. Het zijn soft tacos. Ik ga ook echt van iedere hap genieten. Oké, ik denk dat ik nu gewoon even in mijn bed ga chillen. En dat ik vanmiddag een planning ga maken voor de aankomende tijd. Want ik heb zo niet de zaakjes op orde op dit moment. Ik ga gewoon een beetje mijn leven op orde maken. En mijn kamer opruimen. Ja, ik denk als dat is gebeurd, dat ik weer eventjes rust in mijn hoofd heb gecreëerd. En dat ik er dan weer tegenaan kan gaan. Mijn definitie van self-care is dat je luistert naar de behoeften van je lichaam. Want je lichaam geeft altijd signalen af of je nou ergens zin in hebt om te doen of rust nodig hebt. En ja, self-care is toch voor jezelf zorgen op diverse aspecten. Het is inmiddels einde middag. En wat heb ik de hele dag gedaan? Juist, ik heb in bed gelegen en man, wat voelde dat goed. Ik heb een kerstfilm gekeken. Ik heb een aantal dingetjes op mijn telefoon gedaan wat ik nog wilde doen. Voor de rest, niet echt veel bijzonder. En voor mij is dit echt een hele bijzondere dag. Want dit komt nooit voor. En ik moet je zeggen dat het me wel bevalt. Gewoon eventjes een relaxte dag. Het is een self-care day. Relaxing day. Alles een beetje in één. Maar wat ik nu ga doen is een planning maken voor de aankomende periode. Ik heb een nieuw notitieboekje. En dit motiveert me om gewoon gestructureerd te werk te gaan. Het ligt heel erg aan mijn stemming. Soms maak ik mijn planning digitaal op mijn computer, op mijn iPad, op mijn telefoon. Maar ik heb nu de behoefte om alles fysiek op te gaan schrijven. Dus dat gaan we nu doen. Mijn self-care day zit er bijna op. Ik heb er bewust voor gekozen om de hele dag hieraan te spenderen. Je kan er natuurlijk ook voor kiezen om maar een dagdeel hieraan te wijden. Of gewoon een momentje. Wat ik ook fijn vind om te doen, wat ik vandaag niet heb gedaan. Misschien dat ik het nog vanavond ga doen. Is journalen. Dan pak ik een boekje erbij en schrijf ik mijn gedachten op. Of reflecteer ik op bepaalde momenten. Ik heb genoten van vandaag. Dit had ik echt eventjes nodig. En ik hou er te zeker in. Want ik merk hoe fijn ik me na zo'n dag voel. Normaal gesproken ben ik druk bezig met van alles en nog wat. School, werk, hobby's, eigen dingen. Iets wat ik te weinig doe, maar eigenlijk wel vaker zou moeten doen, is lezen. Ik heb hier een aantal boeken die ik fijn vind. Een meditatieboek, wat lifestyle boeken. En dit boek heb ik al een tijdje. Die heb ik voor mijn verjaardag trouwens gekregen. En ik vind het heel inspirerend om zulke boeken te lezen. Het brengt me dan in een positieve mindset. En dat is fijn tijdens zo'n dag. Wellicht dat ik voor het slapen gaan nog even een aantal bladzijden ga lezen. Voordat ik deze video ga afsluiten wil ik nog vragen of jullie een self-care tip hebben. Wat vind jij heel erg fijn om te doen als jij zo'n moment als dit hebt? Laat het vooral weten en wie weet kunnen we elkaar helpen. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken en hopelijk tot de volgende keer. Doei.